Het is 2 juni, ik ben jarig. Echt, mijn telefoon wordt echt overspoeld. Met belletjes, WhatsAppjes en Facebook-berichtjes en noem het maar op. Super tof. Maar er is eigenlijk maar één ding wat ik wil. En dat is ontzettend tegen alle regels van dit project. Ik wil namelijk naar Yvonne toe. Ik wil Yvonne zien. Het gaat de laatste dagen echt enorm slecht met haar. Kan bijna niet meer praten. Lopen lukt niet meer. Ze zit 24 uur. Hulp heeft ze over de vloer. Ja, ik heb echt het idee dat, dat dit enorm snel... ja, goed, het klinkt misschien... Ja, nou, het is gewoon zo. Ik denk dat het niet meer heel lang duurt. En ik vraag me af of ze ooit nog weer in de gezondheid komt om naar de Javastraat te komen. Dus ik heb het met mijn bestuur overlegd. En zij zeggen allemaal van, nou ja, het is niet wat we hebben afgesproken. Maar als dit is wat je wilt doen. En het is uiteindelijk maar 100 meter. Als ik op de rand van de Javastraat sta, dan als ik een steen gooi, dan raak ik al haar voordeur. Ik kan het al zien. Dus het is maar een heel klein stukje. Oké. Ik heb net met Morgan gebeld, haar zoon. En ik ga nu zeker te weten naar haar toe. Want... het is vanochtend hebben ze besloten dat morgen de euthanasie zal plaatsvinden. Oké, ik ga me klaarmaken, jongens. Ik ga me verfrissen voor de grote overtreding. Ik ga de straat uit. Ik ga nu... ja. Oké, maar er is geen doorsneebezoekje. Nee. Ja, sterkte. Ja, nee, dankjewel. Ja. Dankjewel, ik ga een aanloopje nemen. Ja. Succes. Boom. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I know she was gonna need her collection. At her feet was a footloose man. Gij, als ze nou willen afslopen, je protesteren. Get what you need, gonna get, gonna get, gonna get.